ook voor onze pilootwagen van deze namiddag. En er ligt dus opnieuw een premie klaar om er nog te rijden in deze wedstrijd hier. En we trekken de aanval in. We doen dat met Wim Vermant. Wim Vermant en meteen ook de premie. En nog vier ronden. Vier ronden. Hier in dat groepje even klaar kijken in het centrum hier. Een beetje ja, op adem komen. Blijkbaar ook wel wat. Het zuurstof inpikken voor de eindfase van de wedstrijd. En dit is dat tweede groepje van de brug van de straks in de achtervolging. We gaan de nummers zo gezegd op de rij zetten. En nog drie onderwerpen. We nemen opnieuw de tijdsverschillen hier zometeen waar. En we blijven vooraan zoeken naar de golfstappen en die punten te komen hier. Er zijn een paar die proberen weg te krijgen. 10 euro premie volgende ronde de 20 euro. Hier aan de aankomstlijn. En de premie gaat opnieuw. En dat is straks ook wel eens een premie geweest om Gieten gaat toch? We zijn er ook hier in dat groepje hier en nog twee om te rijden. Vooraan, want hier tot nummertje 3 is het verschil met de top van de wedstrijd. De ja, mankracht vooraan is natuurlijk iets groter dan met deze groep. En nog twee om te rijden, twee om nog te rijden. Wedstrijd, laatste ronde gaan we inrijden. En dan wordt premie hier, premie van 20 euro. Matthias Ongela zit hier vooraan bij, dus opnieuw met het nummertje 27 is het nu hier. Dat is die hier, de commando gaat. Ja, rijdt hier. Ja, ook onder het kleurtje van shirt inderdaad. Hier Das leidt het commando voor Matthias Ongela van de Boer van Ovita. En nu zijn ze daar inderdaad. Daar zijn de anderen op 1 minuut. En achter de schoen. 1 achter de derde, laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde van deze wedstrijd. Ja, en ook de helft ronde van deze wedstrijd. Ja, van links naar rechts. En ik heb het daar straks al gezegd. Die bal van Spelhoek zit in een beneden zware conditie. Ja, hier de overwinning voor onze nummer 93 inderdaad. Het is nu die Schimmelaker en die gaat van Spijbroeken. Die Schimmelaker die het hier had, dus dat is ondertussen nog iemand anders geworden hier vooraan. En hier is Jurie van Steenbergen die het haalt voor Bart van Spijbroek. Hier zit Bart van Spijbroek met dus ook het gele truitje. Maar dat is dus die Schimmelaker die het...